Een groot aantal leerlingen dat gebruik maakt van schoolvervoer is voor de derde dag op rij gedupeerd. Dit omdat bus- en boothouders die verantwoordelijk zijn voor het transport van schoolkinderen vanaf afgelopen maandag niet werken. De vervoerders zijn ontevreden omdat ze niet zijn betaald door de overheid. OBS-voorzitter Kenneth Themen heeft meerdere malen aangegeven dat de bussen in de garage zullen blijven totdat de regering haar betalingsplicht nakomt. Volgens Lucien Rotsburg, directeur van IMEJAO 2, gaan ook de leerlingen van zijn school gebukt onder deze situatie. Hij stelt echter dat de directie rekening houdt met die groep. De school heeft er last van, ja. Alleen merk je het niet echt, omdat we niet in een periode zitten waarbij we toetsen zouden maken en dat studenten daardoor hun toets zouden missen. Wat wel gebeurt is dat je ziet dat studenten die niet gewend zijn om laat te komen, dat die studenten laat komen op school. Dat heeft te maken met ze komen van ver. En als ze naar de schoolbus zijn, zijn deze kinderen meestal om 17:45 zijn ze al op school. Toch? Maar ze melden zich aan, ongebruikelijk, 7:30, want ze moeten dan met de particuliere bus komen. En begrijp, als studenten op Paranam wonen of ze wonen op Saramaka, het is even wennen, een andere situatie. Sommige, want niet alleen de bushouders, ook de boothouders die staken. Dus het is een hele omweg. Maar dat wat ik zeg, we vangen het goed op. We weten welke kinderen met de schoolbussen komen. Waardoor we dus ook rekening houden met deze studenten. Alleen hopen we wel dat het niet een situatie is die te lang duurt. Omdat het laat komen hoe dan ook betekent dat je een deel van de lessen mist. Dat is dus Lucien Rotsburg, directeur IMEJAO 2. Cheryl Morsen, onderdirecteur van STS 1, zegt dat ook leerlingen van haar school de dupe worden van deze situatie. En dat is een vrij grote groep, benadrukt ze. De schoolleiding houdt zoveel mogelijk rekening met deze kinderen. Er zijn sommigen die laat komen. Toch? Ze worden misschien gebracht door een der ouders of aan iemand gevraagd die toevallig naar de stad reed. Om ze te liften naar school. Dan komen ze laat, maar we houden daar wel rekening mee. Daarnaast heb je ook anderen die verzuimen. Het is best wel een grote groep hoor. Je hebt kinderen van Mata, toch? Van overal eigenlijk. Het is best wel een grote groep. Ik heb bijvoorbeeld, ik ben OD over de eerste en de tweede klasse. Dus ik heb een groep, maar daarnaast heb je ook derde en vierde klassers die gebruik maken van schoolvervoer. En daarover heb ik op dit moment geen beeld. Om precies aan te geven van hey, dit is het aantal. Maar het is wel best wel een grote groep. We weten wat de situatie is, hoe het allemaal aan toe gaat. Wij houden rekening als directie. Als deze kinderen terugkomen naar school, worden ze gewoon toegelaten. En indien er repetities waren binnen deze periode, krijgen ze de mogelijkheid om die repetities in te halen. U zag wel Lucien Rotsburg over de staking van de boot- en bushouders. En hij stelt dat een grote groep leerlingen van de school gedupeerd wordt door deze situatie. Pogingen van de redactie om OBS-directeur Kenneth Themen te spreken zijn niet gelukt.